Dus dit is Pampus niet. Dit is wel Pampus, maar niet het Pampus waar we het over hebben in het spraakgebruik van voor Pampus liggen. Dan, dit is aan het Pampus en dit is op het Muiderzand. Het is een oude zandbank die ze hier hebben opgespoten verder. En hebben ze hier een fort opgelegd. Dat hebben ze pas aan het eind van de 19e eeuw gedaan. Omdat ze toen die stelling van Amsterdam hebben gemaakt. Ze waren na die Frans-Duitse oorlog van 1870 bang dat de Duitsers wel eens een keer via de Zuiderzee Amsterdam zouden kunnen belagen. En dit is tegen het Pampus aan. En het Pampus, ja, daar moeten we eigenlijk bovenop klimmen. Dan kunnen we een beetje beter kijken. Een helder, fijn bewolkt, temperatuur 11 graden. Strekking Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum, zuidwest tot west, 12. Van het KNMI is er zo'n 100 liter regenwater gevallen per vierkante meter. Tot enige tijd zeer zware storm tot orkaankracht. Op verschillende plekken is het knap dreigend. Ik heb geleerd dat de rampenplannen die we zo hebben liggen. Schiphol en de Bult, zwaar bewolkt, 10 graden. Tussen was de vaarweg vanuit de Zuiderzee naar het IJ en naar Amsterdam toe. En dit is een ondiepte. En die vaargeul die werd zo ondiep dat die schepen, die beladen schepen die Oost-Indië vaarden, die naar Amsterdam wilden, die konden er af en toe niet overheen bij slechte wind. Dan hebben ze uiteindelijk een oplossing gevonden door de zogenaamde zeekamelen te maken. Die ze vol water pompten aan weerskant aan zo'n schip maakten. Dan pompten ze het leeg en dan ging die hele handel omhoog. En dan werden ze met zeilbootjes naar Amsterdam toegetrokken. Het hele gevaarte, het zeekameel. En dan konden ze daar lossen. Maar alleen, dan moesten ze wel goede wind hebben? Precies. Als er geen goede wind was, dan lagen ze soms dagen voor Pampus. Te wachten op gunstige wind. Dus dan lag je voor Pampus. Hè? Alleen dit is nu het Pampus, het Forteiland. Maar er is ook nooit één schot gelost, hè? Dus weer eens voor niks geweest. Dit is weer. Maar we staan weer op een stukje werelderfgoed. Want dit hoort staat ook toch weer op de werelderfgoedlijst. Aha. Het fort aan het Pampus werd in 1895 opgeleverd en nog geen 40 jaar later ontmanteld. De ontwikkeling van het vliegtuig en dus ook van de bommenwerper had van de stelling van Amsterdam een onhoudbare stelling gemaakt. En zo werden de 42 forten die de hoofdstad hadden moeten beschermen tot een monument van een nooit gevoerde oorlog. Hoewel, sommigen beweren dat Nederland niet betrokken raakte in de Eerste Wereldoorlog, juist dankzij de stelling van Amsterdam. De vesting werd zo onneembaar geacht dat de vijand bij voorbaat afzag van verovering, zegt men. Niet alleen het landschap met dijken en polders, maar ook forten en steden vertellen het verhaal van menselijke bemoeienis. Ook het stenen landschap van een stad als Amsterdam is te lezen als een geschiedenisboek. Oh, daar staat hij. Een van de chroniqueurs van die geschiedenis wacht ons op bij de Oranjesluizen. Het is Geert Mak. Leuk je te zien. Ja. Ja, hoor. Ja. Amsterdam is eigenlijk vanaf zeg maar 1580... in een voortdurende strijd geweest met het IJ. Voortdurend hebben ze stukken aangeplemd, ingepolderd enzovoort enzovoort. En dat IJ is kleiner en kleiner geworden. En nu is het in het centrum van Amsterdam eigenlijk niks meer dan een breed kanaal. Terwijl het ooit echt een gigantisch, hè? Wild meertje was. Flink meer zelfs trouwens. Hier achter Amsterdam is het echt 6 kilometer breed op een gegeven moment. Dat heb ik gelezen, ja. Geert neemt ons mee langs de dijk die ooit het waterland tegen het gevaarlijke IJ beschermde. Zoals alles wat dijk heet in Amsterdam. Amsterdam, daar zeg je van een dijk, wat is dat nou, Haarlemmerdijk, weet ik veel. Dat zijn allemaal echte dijken geweest, zoals dit soort dijken. Dat is allemaal. En ook in de stad, ja. Ik zal het je straks laten zien, in de stad. De zeedijk was een echte zeedijk. Ja, kun je zo zien, ja. De nieuwe dijk zelf. Ja. Als ergens het IJ getemd is, dan is het wel hier. Je moet je voorstellen, dat is hier. Allemaal, je zag hier echt op een kantwerk zag je van geveltjes, huisjes, torentjes, die palissades. Het was dus een heel mooi gezicht. Yeah.
En het Centraal Station is daar voorgelegd, zo tussen 1870, 1880 in die tijd. Het was een open stad, zoiets als Kopenhagen, naar een breed aan het water. Ademde naar het water toe. In één klap afgesloten. Dus het is de grootste stedenbouwkundige ramp geweest die Amsterdam ooit heeft getroffen. En hij is nooit meer te herstellen. Ja. Geert, zou jij vinden dat het station afgebroken moet worden? Nee, je doet in een stad soms dingen die onherstelbaar zijn. Er zat ook een soort logica ook wel in, hoor. Ik bedoel, het hield dynamiek in die binnenstad, het station. Dat is natuurlijk heel belangrijk om die oude binnenstad een nieuw leven te geven. Maar in zekere zin werd Amsterdam van een waterstad een landstad gemaakt. Waar nu het Centraal Station in het IJ ligt, stond vroeger het paalwerk. Een wirwar van stijgers en palen met schepen, scheepjes en pontjes die goederen, groenten, melk en mensen naar de stad brachten. Een bruisend middelpunt van grote en kleine handel. Je kunt zeggen, in de Gouden Eeuw, toen Amsterdam echt heel rijk was, hadden de twee grote handelsnetwerken, dus uit de Middellandse Zee en uit het noorden, dus uit Scandinavië, de Oostzee, die raakten elkaar in Amsterdam. Dus Amsterdam was echt een scharnier. Ja, het was echt de belangrijkste handelsstad van de westelijke wereld. Voor 50 jaar hoor, dus niet lang, maar toch even. Ja. We gaan de stad in. Langs het Rak. Het water waar tot aan de dam in de rivier over de volle breedte schepen werden geladen en gelost. Naar de aangeplemde dijk langs het water, waar de eerste Amsterdammers woonden. Haringpakkers en mandenmakers bijvoorbeeld. Je moet je voorstellen dat op dit dijkje stonden dus links en rechts hutjes. Het waren houten huizen met rieten daken. En, welke eeuw? Dan praat ik over de 12e eeuw. 12e eeuw. Ja, zeg maar vanaf 1200 ongeveer. Dat is echt het begin van Amsterdam. Gaan we naar de Dam? We gaan naar de Dam. Naar de Dam, het knooppunt van de wereld in de Gouden Eeuw. Hier werd handel gedreven en geld verdiend. En wie zich niet aan de spelregels hield, werd in het stadhuis gevonnist en voor de deur terechtgesteld. Dus hier dankt Amsterdam zijn naam aan? Ja, dit is de oerplek. En waar we nu staan, daar was het was een klein, ja, daar was de Dam. Zeg maar, die liep langs het monument. Er zat een sluisje in. En die schepen konden komen tot ongeveer waar het monument is. Ja. En er was daar een waag waar je goederen kon laten wegen voor de stadsbelasting. En ja, er was een vrij klein marktje. En dat is steeds meer uitgebreid. Want hier stonden allemaal huizen. Die hele nieuwe kerk was in de middeleeuwen ingebouwd in de huizen. Naar de oude zijde van de stad. Naar het Oost-Indisch Huis. Dit is ook wel iets. Even die gate van de toerisme uit. Ja, en dan ben je opeens bij echte. Dit is de eerste multinational ter wereld. De VOC. De VOC zat hier, dus hier werden ook die mensen geworven. Die gingen achter een trommel aan, liepen ze door de stad. En hier werden ze dan ingelijfd voor hun tocht naar India. En was dat nou een grote business eigenlijk? Ja, enorme business. Ja. Echt, dan kun je dus toch zeggen dat Amsterdam en Holland daar aardig rijk mee geworden is. Hoor. Want peper was echt peperduur. Zo'n expeditie naar Indië, dat kostte, was heel riskant. Ja, en de Hollanders durfden erg veel, doordat ze alles verdeelden in aandelen. Dus inderdaad, het aandeel is in Nederland uitgevonden. Dat is bijvoorbeeld in Venetië en in Antwerpen hadden reders een heel schip. Of ze hadden 5 schepen. En als het verging, was hij failliet? Was hij failliet, ja. Of bijna failliet. En in Amsterdam hadden ze al heel vroeg had je een 20ste schip of een 40ste schip. Dus als een schip verging, en je had een heleboel 20ste en 40ste, dan was het niet zo'n vreselijke ramp. Dus het was een hele slimme vorm van risicospreiding. Waardoor je woeste dingen ook kon doen. Dus inderdaad, die technische dingen, als zo'n polder droogmalen, was heel gewaagd in het begin. Dat durfden ze aan door die risicospreiding. En inderdaad, die hele Oost-Indische Compagnie draaide op aandelen. En zelfs de dienstbode van de burgemeester van de aandeel op een gegeven moment. Maar ja, die stad boomde toen ook, om het maar op zijn Engels te zeggen. Ja, absoluut. Maar die ging van, hoe was het, van 30.000 naar 125.000 in een halve eeuw. Tussen 1580 en 1620 of zo. Ja, dat is een explosie. Want er kwamen al die Vlaamse protestanten naar hier toe. Ja, er kwamen hele nieuwe groepen mensen binnen. Er kwamen mensen uit Spanje met geld. Er waren kooplieden met nieuwe netwerken. Heel veel Joden met nieuwe netwerken. Ja, dus het was het mengde zich als een gek. En was het nou tolerantie of opportunisme? Nou, het was natuurlijk een handelsstad, kan zich nooit permitteren om wie dan ook op de brandstapel te zetten. Hè. Laten we Turk, katholiek,
Je bent wel gek als je je handelspartners op de brandstapel zet. Ja, dus daar ontstond een flinke partij tolerantie uit. En, maar er is altijd wel een mentaliteit geweest van hier niet de wet wel handhaven, maar het ook niet te dol maken. Dus bijvoorbeeld voordat Amsterdam echt een handelsstad was, zag je al dat ze op een hele met prostitutie bijvoorbeeld hier, kon je altijd al afkopen. Dat was al vanaf de 15e eeuw zo. Dus er was altijd wel een systeem van, ja, een soort tolerantie was er altijd al. Gedogen. Gedogen is heel oud, ja. Heel oud. Ja. De stedelingen waren zo welgesteld dat ze zich konden permitteren een weeshuis te stichten. Wij groeien vast in tal en last. Ons tweede vaders klagen, dat is het weeshuis. Ai, gaat niet voort door deze poort of help een luttel dragen. Dus dok alsjeblieft wat voor de arme wezen. Dit is mijn collectie. 1581. In het weeshuis, nu het Amsterdams Historisch Museum, is een animatie te zien van de groei van Amsterdam in 10 eeuwen. Even de jaartallen op een rij. 1000 jaar geleden lag hier een onbegaanbaar veengebied. In de 12e eeuw dringt de zee vanuit het oosten binnen en komen grote delen van het land onder water te staan. Pioniers beginnen overal in het gebied sloten te graven en dijken aan te leggen om zich tegen het water te beschermen. Er wordt een dam in de rivier gelegd en een dijk erlangs. De bewoners noemen die de Nieuwe Dijk en rechts langs de zee de Zeedijk. Links in de richting Haarlem de Haarlemmerdijk. In 1275 mogen de bewoners van Graaf Floris de Vijfde tol heffen voor de moeite. Dan zijn er 1000 inwoners en ze noemen die plek aan de rivier Amstel-Redamme. In 1380 wonen er al 3000 mensen. Er zijn tientallen kloosters gebouwd en de stad wordt overstroomd door pelgrims die op het mirakel afkomen. In 1450 wonen er 10.000 mensen in de stad. In 1597 barst de stad uit zijn voegen. 16 jaar later al, er wonen dan al meer dan 60.000 mensen, wordt er begonnen met de meest spectaculaire stadsuitbreiding. Het eerste deel van de grachtengordel wordt gebouwd. Langs het vroegere slotenpatroon in het westen, de Jordaan, worden huizen gebouwd voor de talloze arbeiders en handwerkslieden die de stad inmiddels bevolken. In 1658 wordt begonnen aan het tweede deel van het grachtengordelplan. In het IJ worden de oostelijke eilanden aangeplemd. Er wonen dan zo'n 220.000 mensen binnen de Singelgracht. In 1672 komt de Gouden Eeuw ten einde. Dan valt het stil. 200 jaar gebeurt er niets. In de 19e eeuw wordt het Haarlemmermeer ingepolderd en grote stukken van het IJ. Het Centraal Station wordt gebouwd. Pas vanaf 1870 groeit de stad weer. Halverwege de 20e eeuw denkt men nog dat Amsterdam binnen afzienbare tijd 1 miljoen inwoners zal hebben. Dat zal niet gebeuren. Door de Amsterdamse grachten. Dat wonder van 17e eeuwse stadsplanning, ondernemingslust en burgertrots. Amsterdam had al lang de keizerskroon voordat de Westerkerk gemaakt werd. Dat was een soort keurmerk. Die keizer Maximiliaan die verbond zich speciaal aan Amsterdam, omdat hij dol was op het heilige sacrament. Hij is wel 3 keer heen geweest en ze genezen. Bovendien denk ik dat Amsterdamse bankiers hem veel geld geleend hebben. Toen kregen de Amsterdamse schepen, die mochten ook de keizerskroon voeren. Dat was zoiets als goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Hofleverancier. Ja, zoiets. Het was heel chic om dit te voeren. Ja, tuurlijk. In de middeleeuwen was dat echt belangrijk. Dus ja. Ze waren er hartstikke blij mee met de keizerskroon. Dus die stond pontificaal ook boven op die Westertoren. En Jordaan komt van Jardin, heb ik begrepen. Nou, dat weet men niet goed. Dat is de meest gangbare theorie. Dat die namen zijn veel bloemennamen, goudsbloem, linde, plantennamen, bomennamen. Dus het is licht voor de hand dat je zegt het is Jardin. Maar er zijn ook theorieën die zeggen nee, dit stuk heette vroeger over de Jordaan. En dit was heel bijbels, dit noemden ze de Jordaan. Deze ja, gracht. Want aan de andere kant was iedereen rijk, dat was het beloofde land. Zo'n soort theorie geldt ook. Mooi, ja. Dus dit heette over de Jordaan. Het is wel heel druk op die grachten hier. Het is drukker dan in de Gouden Eeuw, denk ik. Nou, het was ook druk hoor. Maar ik denk dat de stad veel rustiger is nu dan in de Gouden Eeuw. Er woonden echt toen 200.000 mensen op een fractie van de oppervlakte van nu. Alleen die woonden echt binnen die ring.
Maar het was geen geluid van motoren. Je had alleen roeien en ja, ongelooflijk veel herrie van karren, paarden, piepende sleden, schreeuwende kooplieden. Als je beschrijvingen leest, met name echt het centrum, hè, dus de Jodenbreestraat en zo, van mensen, een enorme herrie, menigte, stinken. Het was een... Je zegt het met graagte. Nou, nee, al die mensen zeggen het is nu zo. Ik weet zeker, het is rustiger, veel minder druk dan 100, 200, 300, of 300 jaar geleden. Absoluut zeker weten. Er waren dus allerlei theorieën over de ideale stad in de 17e eeuw. Over symmetrie en over evenwicht tussen hoogte van zo'n gevel en de breedte van de gracht. De Keizersgracht is ook breder dan de andere gracht. Mm-hmm. Nou, het is heel duidelijk dat de Keizersgracht daarop is geënt. Want er zijn allemaal dingen gebeurd die niet nodig waren als ze functioneel waren. Ik bedoel, iets is niet zomaar per ongeluk mooi. Daar is heel erg over nagedacht. En men had geld genoeg. Men stierf in het geld en men had het lef natuurlijk. Want het was een enorm lef om zo'n grachtengordel aan te leggen. Je moet je voorstellen, vanaf de Brouwersgracht, nou we varen nu al een eindje, tot de Leidsegracht, dat hebben ze in, nou pak een beetje, 8-9 jaar hebben ze dat aangelegd. Met de hand. Duizenden mensen zijn aan het graven geweest en aan het metselen en het bouwen. Dat is een enorm project geweest. Mm-hmm. Die kooplieden die hier woonden, die waren echt net zo rijk als die Venetiaanse kooplieden. Misschien nog wel rijker. Alleen waar een Venetiaan 1, 2, 3 palazzo's neerzette, daar woonden zij met 3 dienstbodes in zo'n huis. Want in Amsterdam gaf je het geld niet uit. Je investeerde het opnieuw. Je stak het in de Beemster, bij wijze van spreken. Geld moest werken. Geld moest niet rollen. Moest weer opleveren. Dus in wezen is dit ook een monument van Hollandse zuinigheid en Hollands Calvinisme. Het nieuwe stadhuis, het resultaat van 20e eeuwse besluiteloosheid. In de hal van het stadhuis zien we het NAP in het echt. Het normaal Amsterdams pijl. Het is de standaard voor de waterhoogte in Nederland. De waterstand in de Amsterdamse grachten is het nulpunt. Het straatniveau ligt 1,20 meter boven NAP. En dat lijkt geruststellend. Maar zonder duinen en dijken, pompen en gemalen zou de zee hier bij eb tot ons middel reiken en bij vloed tot borsthoogte. En bij een springtij zoals in 1953 anderhalve meter boven ons hoofd. Het is niet helemaal raar om te denken dat Amsterdam misschien over 300-400 jaar niet meer is. Misschien wel eens flink onder water kan staan als de zeespiegelstijging in elk geval doorzet zoals men op dit moment voorspelt. Maar dan het is een heel gek idee, ja. Dan niet alleen Amsterdam, maar heel Holland. Heel Holland, ja. Heel vreemd idee. Je denkt altijd steden zijn voor de eeuwigheid. Dat blijkt niet zo te zijn. Tot onze geruststelling treffen we de volgende morgen de rivier aan op normaal Amsterdams pijl. We verlaten de stad en varen over de Amstel naar Uithoren, zo'n 20 kilometer verderop. We gaan naar het zuidelijkste fort in de stelling van Amsterdam, het Fort aan de Trecht. Edwin Raap vaart met ons mee. Hij kent de Amstel op zijn duimpje. Dit deel van de Amstel was voor de stad niet zo vreselijk belangrijk. Maar we gaan hier van richting Oudekerk. Nou, dat was een bekende pleisterplaats voor als je met de trekschuit richting het zuiden ging, richting Gouda en richting Rotterdam. Daar legde hij dan aan, er werden de paden ververst enzovoort enzovoort. Toch is die nog behoorlijk breed, hè? Voor een rivier die van niks naar nergens gaat. Ja, het is een natuurlijke rivier die in het veengebied ontstaan is. En ja, van lieverlee naarmate die richting het einde, richting het ei komt, komen er steeds meer kleine riviertjes bij. Ja, moet dat water natuurlijk ergens heen. En dus wordt het ook breder. Een tochtje langs de Amstel is altijd een uitje geweest voor de Amsterdammers. Van de meer dan 60 buitenplaatsen die er gestaan hebben, ze hebben er nog maar 3 over. Dit is er één van, Amstelrust. En er staan nog heel veel voorname huizen. Maar in feite is hier in steen, zie je de welvaart van de Amsterdamse kooplieden. Precies. En reders. Ja. Ja, met een park erbij en alles erop en eraan, een hofhouding eromheen. Ja hoor. En dat was een hele cultuur op een gegeven ogenblik. Van, we gaan in de zomer en we hebben geld zat. We laten zien dat we het hebben en we bouwen een buiten. We bouwen een buiten, ja. En dan moet ik zeggen dat deze buitens langs de Amstel waren nog relatief bescheiden. Als je richting de Vecht, of de Vecht en richting Kennemerland gaat, dan pakte men nog groter uit. Nee, dit zijn nog niet eens de allerrijkste dus. Dit zou, nee, maar dat zou jij ook niet. Natuurlijk wel. Het kon nog rijker.
Ouderkerk aan de Amstel is ouder dan Amsterdam, maar het is altijd dorp gebleven. Het was een halteplaats voor de trekschuiten naar Gouda. De namen van de restaurants, zoals Paardenburg en de Oude Smitse, vertellen dat het hier gestonken moet hebben naar mest en schroeiend eelt. We varen langs het gehucht Zwarte Kat en het dorp Nes aan de Amstel, waar langs de dijk vroeger de turfstekers woonden. Hierachter ligt de Bovenkerker Polder, die is voor een belangrijk deel bebouwd door Amstelveen. Maar het zuidelijk deel ligt nog open. En in dat deel van de polder heeft men turf gewonnen. En dus is het lager komen te liggen. Ja, dat is geen kwestie van inklinken, maar dat hebben ze gewoon weggegraven. Ja, dat heeft men bewust gedaan, omdat de kwaliteit van de turf direct langs de Amstel te slecht was. Er zat te veel klei in. Zeeklei, rivierklei, vanwege de overstroming van de Amstel. Ja. De mensen woonden er. En bovendien was het gewoon verstandiger om het niet direct aan de rivier te doen. Want dat is riskant voor de dijk. Precies, gevaar voor dijkdoorbraken. En in feite heb je dus een landschap in drie etages. Het onderdeel waar de turf gewonnen is, het ingeklonken gewone veenlandschap en de dijk. Dus daar hebben ze de turf voor Amsterdam vandaan gehaald. Ja. Vroeger lag langs de rivier een groot plassengebied dat ontstond doordat er turf gewonnen werd. En sinds die plassen werden drooggemalen, stroomt de rivier merkwaardig hoog boven de omringende polders. We naderen Uithoren en het laatste fort in de stelling van Amsterdam. Gerard van Hulsen, die hier zijn atelier heeft, leidt ons rond. Het fort dat was bedoeld als speerpunt samen met drie andere forten. En deze was dan voor het beschermen van de damsluis hier in de Amstel. En zo voel je toch een beetje soldaat, hè? Ja. Dan kun je door zulke sleufjes naar de vijand kijken daar. Door zulke sleufjes kun je naar de vijand kijken. Ja, dan moet je wel naar boven. Goed, er kan maar één persoon in volgens mij. Even kijken. Ja, ik wil even kijken, maar ja, het is een beetje krap, hè? Ja, dat lijkt me zo. Ik kon altijd maar één soldaat tegelijk waarschijnlijk. Oh. Ja, ik kan hier niet tussen met mijn kop, hoor. Even kijken nog. Zie ik de Amstel? Oh ja. De bedoeling was dat rond Amsterdam dus al die fortificaties waren. En dat die, het belangrijkste van het hele gebeuren was de inundatie van het hele gebied. Ja, dat is een typisch Hollands fenomeen, dat je gebruik maakt van de natuurlijke uitgangssituatie. Water in een veengebied en dat vervolgens in je eigen voordeel om weet te zetten. Ja, want als de vijand eraan kwam, kijk, het hele gebied was ook allemaal verdeeld met slootjes en al die soort dingen meer. En dat was dan totaal onzichtbaar. Ja, dus er kwam geen vijand meer doorheen. Het was te diep om er doorheen te lopen, want dan kan je inderdaad, dan zak je weg in een sloot en breek je wat. Maar dat was te ondiep om erheen te varen. Ja, het was ondiep. Als je 3-4 meter water onder zit, dus ja, dan kon je met een boot, overheen. Nee, dat was, tot kniehoogte was het allemaal gevuld. Dus alleen als het ging vriezen, zoals toen de Fransen in 1795 kwamen, dan heb je een probleem. Er zijn geruchten, dat is zeer waarschijnlijk niet waar, dat Nederland uit de Eerste Wereldoorlog zo bleef vanwege de stelling van Amsterdam. Ja. Dat konden we nooit bij. Dat valt nooit te bewijzen, maar het blijft een goed verhaal. Het is een prachtig verhaal en ik vertel het ook graag aan de mensen als ze het horen willen. Dus, dan heeft het toch nog het idee dat het fort zijn zin gehad heeft. Holland, met je koetjes en je weiden, ik mag jou zo gaan rijden. Er ligt een landhuis aan de stroom verlaten. Verbleekt met donkere luiken staart het blind en laat de stroom die eenzaam voortglijdt praten en luistert niet naar het fluisteren van de wind. Maar vroeger, toen hoogmogenden der staten daar in de zomer poosten van bewind en staat en krijg voor huis en vree vergaten en kinderen stoeiden over het melkwit grind, toen leefde het huis en op de bevolkte stroom wiegden de schepen die blankzeilig gleden, vredig van gang naar het schatrijk Amsterdam. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. Ja, blonde Rijnen en Monterey, op heel die stroot. Come on up.